Discipline. Voor een paar mensen is dit een prachtig woord. Een woord waar je continu mee bezig bent. Maar voor de meeste mensen is dit toch ook wel een frustratiepunt. Want wie wilde nou niet meer discipline hebben? Als jij nu kijkt naar deze video, dan is de kans ook groot dat jij zoiets hebt van ja, ik wil ook graag meer discipline. Ik wil begrijpen hoe die psychologie erachter werkt, hoe ik dat meer kan creëren. Want daardoor kan ik bijvoorbeeld veel bewuster gaan leven. Daardoor kan ik misschien meer gefocust gaan leven. Ik kan mijn smartphone vaker neerleggen als ik dat wil. Ik kan minder ongezond gaan eten, juist gezonder gaan eten. Ik kan het sporten ook structureel gaan oppakken zonder dat ik dat soms wel doe en soms niet doe. Hè. Dus echt de ups en de downs die daarin zitten. Ja, hoe doe je dat nou eigenlijk en wat kan daarin heel goed werken voor je? Nou, de psychologie van discipline ga ik kort met je bespreken. En ik vergelijk dat heel vaak met de wortels van een boom. Want dat is in feite jouw discipline. Het is iets wat je niet ziet. Hè? Je kunt niet aan iemand zo in één keer zien van hey, die is heel gedisciplineerd of juist niet. Maar dat zit wat dieper erachter, om het maar zo te zeggen. En de boom, de takjes die je daar ook aan ziet, dat is vaak je gedrag. En we denken vaak door ons gedrag te veranderen, dat we daardoor ook onze resultaten kunnen veranderen. Maar dat kan eigenlijk alleen maar door onze discipline echt goed te trainen. Het gedrag is wat we aan de oppervlakte zien. Maar op het moment dat het heel hard gaat waaien, dan kan het maar zo zijn dat ons gedrag opeens weer minder wordt. Misschien herken je het wel. Je hebt dus een keer een tegenslag gehad en vervolgens deed je niet alleen dat onderdeeltje niet meer, maar je ging ook allerlei andere onderdelen gingen ook opeens minder goed in je leven. En het kan zijn dat op het moment dat jij een relatiebreuk hebt, dat je ook opeens niet meer gaat sporten, je gaat opeens slecht eten. Dat soort voorbeelden zou je dan aan kunnen denken. Hetzelfde geldt andersom. Hè? Bijvoorbeeld je sport een hele poos niet meer, je voelt je eigenlijk al niet zo fijn. Dus wat gebeurt er? Je wordt agressiever of gepikeerder op een reactie als een partner een keer iets zegt. Of als vrienden je proberen uit te nodigen. Of nou ja, whatever. Volgens mij begrijp je wel waar ik naartoe wil. Dus het is heel belangrijk om juist die wortels te gaan trainen. Niet alleen je gedrag, niet alleen die takjes. Maar op het moment dat het begint te waaien, dat die wortels zo sterk mogelijk zijn. Dus die discipline, dat onderliggende gedachte, dat wil je oppakken. En discipline is niets anders dan de korte termijn ondergeschikt maken aan de lange termijn, zoals ik dat noem. Dus dat betekent dat je dat chocolaatje laat liggen omdat jij die gezondere leefstijl wilt voor de lange termijn. Dat betekent dat je je mobiel laat liggen, korte termijn, om die tijd te besteden aan je kinderen of aan je business of waar je maar mee bezig wilt, lange termijn. En hoe meer je dat kunt gaan doen, hoe meer je die discipline dag in dag uit gaat trainen, want je moet natuurlijk wel elke dag moet je dat gaan doen. Anders kun je die wortels niet gaan trainen. En hoe meer je dat doet, ja, hoe meer je zult ervaren dat die wortels heel sterk worden. En dus ook tegen een grotere hoeveelheid wind is opgewassen. Dus als er dan een windvlaag voorbij komt, dan blijft die boom ook overeind staan. Omdat je de basis goed hebt getraind. En dat is je discipline. En helaas zie ik nog heel vaak voorbij komen dat we meteen ons gedrag willen veranderen. De oppervlakte. En zodra er dan weer een tegenslag komt, ja, dan waait die weer om. En dat komt omdat onze basis, de wortels, dus niet sterk genoeg zijn. Dus mijn advies is dan ook vaak, train eerst die wortels. Zorg ervoor dat die wortels sterk zijn. En dat is niet iets wat je in een paar dagen of in een paar weken doet. Dat is iets waar maanden en heel vaak ook jaren overheen gaan. Het is in principe een levenslang proces om daarmee bezig te zijn. Want de basis bestaat uit heel veel verschillende onderdelen. Jij bepaalt wat die basis voor jou is. Dat kan zijn dat jij bijvoorbeeld 3 keer in de week wilt gaan sporten. Dat kan een basis zijn. Dat kan iets zijn waarvan je zegt, dit moet ik sowieso onder de knie hebben. Want dan voel ik me fijner. Dan voel ik me fitter. Dan voel ik me energieker. Nou, dat kan van alles zijn. Wat dat ook maar voor jou is. Maar zorg er dus voor dat die basis goed is. Dus maak eerst duidelijk, wat zijn jouw basispunten die jij echt op orde wilt hebben, voordat jij door kunt gaan naar het hogere niveau voor jezelf, het hogere persoonlijke niveau. De psychologie van discipline, daar bestaat die dus uit. Dus train echt je wortels, ga voor die lange termijn, wees geduldig, bouw elke dag een heel klein beetje aan je ideale leefstijl. Ga daar heel langzaam aan naartoe en vergeet even die korte termijn prikkels van bijvoorbeeld het chocolaatje of bijvoorbeeld die mobiel weer te pakken. Maar pak de regie terug en zorg ervoor dat je meer gefocust wordt, waardoor die wortels sterker worden en je dus ook beter bestendig bent tegen enerzijds tegenslagen, de wind zoals ik dat heb genoemd, maar anderzijds ook om je discipline juist naar een hoger niveau te tillen, waardoor jij meer controle over jezelf krijgt.
En dat is wat ik natuurlijk ook iedereen gun om daarmee aan de slag te gaan. Ik ben heel benieuwd. Heb jij jouw wortels al voldoende getraind of is dit juist heel herkenbaar voor je? Laat het me weten in de reactie. Vind je dit een leuke video en wil je meer weten over persoonlijke ontwikkeling en het runnen van jouw online business? Vergeet je dan ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal voor meer video's. Ik hoop je de volgende keer weer te zien. Denk groot, start klein.